Goedenavond vanavond. Ik ben Nette Sommers. Ik ben door Skyway een van de communicatiemensen die voor Skyway een van de communicatiemensen die de communicatie verzorgt voor Nederland. En ik hoop dat wij jullie wekelijks op de hoogte kunnen houden van de nieuwe ontwikkelingen. We weten allemaal dat de wereld aan het vervuilen is. Daar moet iets aan gedaan worden. En daar heeft Jeninski, een man die een ingenieur moet ik eigenlijk zeggen, die heeft er een heel apart idee voor. En zoals je hier ziet, boven de grond, op het tweede niveau. Het eerste niveau is op de grond, het tweede niveau is in de lucht op pilaren. Dat is een heel andere manier van vervoer, maar het is veel veiliger voor ons allemaal en ook veel fijner voor de dieren die op de grond leven. Die hebben geen problemen met oversteken van wegen. Wie is Anatol Jeninski? Hij is een ingenieur. Hij heeft oplossingen bedacht en dit zijn de oplossingen die hij heeft. Hoog, snel personenvervoer en ook voor de industrie, containervervoer. Hier zie je het personenvervoer. De onderste is een wagon die tot 150 km per uur snelheid kan halen. De bovenste is Uniflash en die kan meer dan 500, waarschijnlijk tot 600 km per uur halen. Dit is Anatol Jeninski, bovenin zie je hem bij de Uniflash op de beurs in Berlijn. En die kan dus straks ruim 500 km per uur halen. En onderin, linksonder, zie je de auto waar hij dus mee begonnen is. En die stalen wielen heeft en met die wielen over de rail heen rijdt. Totaal nog niet beveiligd, maar het was gelukt om hier een vrachtauto omhoog te laten rijden. En dat was het begin van zijn start met het vervoer voor het tweede niveau. Dit zijn de modellen die allemaal ontwikkeld zijn. Daarin ziet u in het midden ook een aantal plaatjes voor containervervoer. Maar dit zijn de verschillende modellen voor passagiersvervoer en containervervoer. Nou, zeker heel veel mensen zeggen, ja, maar dat bestaat al lang. Ik heb het daar en daar aan gezien en dat klopt. Het is niet helemaal nieuw. Het idee bestaat al langer. Men is al veel meer bezig om te kijken hoe kunnen we het veiliger maken. Maar de manier van Jeninski stringtechnologie is ook milieuvriendelijk. En daar gaat het om. Want in Duitsland en ook in China hebben ze wel pogingen ondernomen om de wielen aan de bovenkant van een wagon te zetten. Heel slim. Maar hij stoot nog evenveel vervuiling uit. Dus dat is ook niet echt gunstig voor ons klimaat. En dan is er ook in de sneeuwgebieden heb je kabelbanen. Maar die kabelbanen hebben helemaal geen motor, stoten dus wel geen vervuiling uit. Maar die kabel moet ook rondgetrokken worden. En dat kan nooit een snelheid halen om mensen heel snel van A naar B te vervoeren. En dat is dus ook heel anders. Maar er zijn verschillende manieren van vervoer, dat is ook zo. Het is niet de enigste manier van vervoer, maar wel een hele nieuwe voor het milieu. En hoe wordt er eigenlijk traditioneel gebouwd? De bovenste twee plaatjes is hoe het traditioneel gebouwd wordt. Dan wordt een spoorlijn aangelegd en dan wordt er van A naar B de grond geëgaliseerd. En dan zie je op het tweede plaatje dat de dieren hun heil ergens anders moeten gaan zoeken, want voor hun is geen plaats meer. Op het derde plaatje zie je hoe Jeninski stringtechnologie doet. Die plaatst pilaren. Hier staan ze heel dicht bij elkaar, maar ze kunnen ver uit elkaar tot op dit moment 288 meter, maar ze kunnen straks op bepaalde plaatsen, niet overal, zelfs tot 3 kilometer afstand van elkaar komen te staan. Dus die wegbedding die er gemaakt moet worden op het eerste en tweede niveau, op het eerste niveau bij de bovenste twee plaatjes, is bij de onderste twee totaal niet nodig. En dan zie je, als de bekabeling strak getrokken wordt, dan wordt die aan het uiteinde vastgezet. Zoals bij een gitaar kun je het ook strak trekken met voor de snaren. En zo moet je het ook een beetje zien bij deze manier van bouwen. Er kunnen uiteinden zijn van een station, maar het kan ook gewoon een eind zijn van een pilaar. Maar er moet wel natuurlijk het laatste gedeelte moet heel goed vastgezet worden. Dan gaan ze niet met één lange trein eroverheen rijden, want dat geeft natuurlijk een druk op één punt heel zwaar. Maar de wagons kunnen uit elkaar. Dan kunnen ze afzonderlijk rijden, mensen kunnen afzonderlijk instappen. Met verschillende plaatsen waar straks treinen bij elkaar komen, kunnen ze zelfs tot elke 10 seconden afstand van elkaar rijden.
Men hoeft dus niet te wachten op een hele lange trein tot die gevuld is met mensen. En dan zie je hier de wagons, de plaatjes van de middelste twee. Dan zie je staal-op-staal-wrijving. Dat wordt, gebruikt veel minder energie. En dat kan gebruikt worden om de energie extra op te wekken. Rechtsboven zie je de doorsnee van een rail met daarin de voorgespannen draden. En die zitten in een polymeeroplossing. En linksboven zie je in die oranje rondjes hoe de beveiliging is gemaakt voor het ontsporingssysteem. Men kan ook het energieverbruik verminderen, omdat in een auto, als je kijkt, dan zie je achter een auto krijg je altijd een werveling en die houdt de snelheid tegen. Dan kan de wagen wordt daar een beetje afgeremd. Als je dan kijkt bij de U-flash, die is voor en achter een spitse punt en ook op het tweede niveau. De wind kan er boven en onder vloeiend boven en onderdoor en ook weer verder gaan zonder de luchtwerveling. En daardoor kan de snelheid heel erg harder, veel harder gaan. Er is geen tegenstand. Wat kan men hiermee bereiken? Natuurlijk een beter leefmilieu voor dieren. Maar ook het transport wordt versneld. De files worden opgelost en alles is geïnspireerd en georiënteerd op de groene energie. En daarvoor hebben ze opleidingscentrum gemaakt, want dit is nieuw en dat wordt nog niet geleerd. En nu zijn er dus al in de beide landen universiteiten waar dit gedoseerd wordt en waar ook al studenten afgestudeerd zijn. Wat is er dan ontwikkeld? Drie verschillende spoorconstructies. De bovenste, de doorhangende, flexibele. Dan de middelste is de strakke. En de onderste is de dubbele, strakke spoorstructuur. En de, hier zie je het volgende plaatje, de bovenste. Die heeft, als je kijkt, een bril die erop ligt. Die is heel smal, maar die heeft een sterkte. Die is te doen om op een lange afstand toch verschillende wagons dat die eraan kunnen hangen om van A naar B te gaan. En dat komt die sterkte door die snaren die erin zitten. Want die snaren worden ook gebruikt als we bij ons kijken naar bruggen. Dan worden bruggen ook op dit moment heel veel gemaakt met die tuien. En linksonder ziet u een dubbele spoorconstructie. Dan zie je de meerdere buizen. Maar ook daartussenin zitten buizen en die worden ook nog gebruikt voor andere doeleinden waar energie of bekabeling doorheen kan. Maar alvorens ze de markt betreden, moet alles natuurlijk verschrikkelijk goed gecontroleerd zijn en gecertificeerd zijn. De beveiliging gaat natuurlijk voor alles. En er zijn al heel veel van deze testen gedaan en die hebben ze allemaal met gemak doorstaan en daardoor krijgen ze ook weer certificaten. Er zijn nog meer van die certificaten, maar ook onderscheidingen. En het belangrijkste, patenten. Want de patent wil gewoon zeggen dat ze de enige zijn die dit de komende jaren mogen maken. Omdat er heel veel geld is gespendeerd om zoiets te ontwikkelen, krijgt een bedrijf jarenlang de kans om dit alleen te maken en te bouwen. Zodat ze hun kosten terug kunnen verdienen. Hier hebben we nog een aantal. En dan links, waar de pijl bij staat, is een certificaat wat Unisci Stringtechnologie gekregen heeft, omdat ze een van de experts waren in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. En rechtsonder is een plaatje van een goedkeuring van in België. Op 16 februari 2018 zijn ze daar lid geworden van de internationale organisatie UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit meer dan 96 landen. En die hebben ervoor gezorgd, die zorgen er eigenlijk voor dat ze alle nieuwste dingen met elkaar bekendmaken en goedkeuren. En zoals je ziet, de pijl wijst naar Brussel, 16 februari 2018 goedgekeurd. Ze zijn toen daar geweest, officieel. En dat wil zeggen dat het bedrijf aan alle vereisten heeft voldaan als een normaal goed werkend bedrijf. Anders word je niet toegelaten op zo'n speciale groep van mensen, of transportbedrijven moet ik eigenlijk zeggen. Want als je kijkt, 1400 transportbedrijven uit 96 landen, dan is er uit elk land maar anderhalf transportbedrijf om het zo te bekijken. Dan ben je wel heel speciaal als jij daar uitverkorene bent om daar te mogen spreken. Nou zijn er mensen die technisch zijn en die kunnen op de site Uninski.nz
de technische dingen lezen. En voor de mensen die niet technisch zijn, is er een andere site, rsw-systems.com. En daar kunnen alle andere mensen lezen waar het eigenlijk precies om gaat. Alles staat duidelijk overal omschreven. En dit zijn de modellen waar het om gaat, van eenpersoons tot meerpersoons wagons. En nou zeggen mensen, ja, allemaal computergetekend, maar dat is niet waar. Want links in het rondje zie je de echte foto's van de modellen die gefotografeerd zijn, dat ze op het park getest werden. Natuurlijk is het heel belangrijk om een testpark te hebben, want voordat je deze modellen in het echt gaat gebruiken, moet het natuurlijk wel goed getest zijn, zodat er geen ongelukken gaan gebeuren en mensen hierin in benarde situaties terechtkomen. Het is niet goed voor het bedrijf, maar ook niet goed voor de ontwikkeling. En ze hebben dus over deze modellen allemaal al certificaten goedgekeurd. En dat is ook nog voor de bovenste. De vorige en deze bovenste kunnen tot 150 km per uur. De wagon eronder, dat is de Uniflash. En die kan tot minimaal 500, maar maximaal ook 600 zal je kunnen halen, denken ze. En de onderste twee zijn voor de industrie. Dat zijn twee modellen, de onderste is de transportband en de bovenste is waar gewoon materialen in via een buis en schip losgelost kunnen worden en eventueel hierin vervoerd worden of vanuit een mijninbouwlijn. Er kan veel mogelijkheden, ze kunnen ook in een fabriek gevuld worden. Maar belangrijker, hier hebben we de container en de container die kan hangend en staand, dat is ook voor de industrie. En daar wordt nu al heel erg mee getest in de Verenigde Arabische Emiraten. De andere waren allemaal al getest, maar deze is de laatste nieuwe. En zoals nu berekend is, kost die $1 per 100 ton per kilometer om te vervoeren. Of andersom, 1 cent per ton per kilometer. Helemaal linksonder zie je het eerste model wat in gebruik zou worden genomen in het park in Belarus. En daar zal het een lijn gaan vervoerlijn worden die naar het water vervoerd waar de vissen in zitten, waar mensen kunnen gaan vissen. Dus het meer achter het park, dat wordt eigenlijk gebruikt als eerste testlocatie, of geen testlocatie, als echte locatie waar mensen naartoe kunnen om te betalen, om te gaan reizen hiermee en daar te kunnen gaan vissen. Hier zien we de transportband nog een keer. En dan zie je hoe mooi het systeem in feite werkt. Vanuit het mijnbouwgebied kan het via een transportband naar de fabriek gebracht worden en daar kan men het verder verwerken. Er zijn twee prioriteitsrichtingen, eentje voor personenvervoer en eentje voor containervervoer. En hier zien we het personenvervoer als er iets calamiteiten zouden zijn en een wagon zou uitvallen. Dan kan een andere wagon deze aankoppelen via de koppeling. Rechtsonder zie je zo'n plaatje met de koppeling. Dat hebben alle modellen hebben dat voor en achter. Dus mocht er een calamiteit optreden en een vervoermiddel kan niet vooruit, dan kan een ander vervoermiddel komen en die kan hem naar de volgende halte brengen om daar verder te vervoeren of te verwerken of te repareren of wat dan ook. Dit is het kantoor van de Unisys String Technologie. En rechtsboven is het allerlaatste nieuwe kantoor. Rechtsonder is de fabriek waar men alles bouwt en linksboven zijn de mensen in de kantoren. Men is begonnen in 2015 in een technopark, heeft men gekregen in Belarus, een park, een oud vervuild militair terrein. Hebben ze een tekening van gemaakt hoe ze het wilden gaan ontwikkelen. U ziet daar achterin het meer liggen, wat er ligt. Ziet u straks op het volgende plaatje hoe dat veranderd is. En rechts is geen grond van hun, eigenlijk links is de grond, maar nu is ook rechts al in hun bezit en wordt ook verder ontwikkeld. Zoals je hier ziet, is het al heel veel veranderd en is het meer achterin ook, daar wordt flink gebouwd, er komen heel nieuwe huisjes en zo te staan. Maar voorin op het park, op het plaatje van 2019, zie je de verschillende rails waar allemaal testen worden gedaan, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten. En daar hebben de leiders in april 2018 voor de eerste keer contact gehad met Uniske String Technologie, dat ze dit zagen. Ze waren zo onder de indruk, ze vonden het zo mooi. En in september 2018 is er al een contract ondertekend en hebben ze een stuk grond gekregen.
En op dat stuk grond zijn ze toen naartoe gegaan, officieel geopend. Helemaal onderin, rechtsonder, zie je dat er helemaal niks staat. En dat is in september 2018. Ze hebben daar in 3 jaar tijd, in de volgende plaatje zie je zo meteen, wat daar ontwikkeld is in 3 jaar tijd. Dat krijgen bedrijven meestal zo snel niet voor elkaar. In eerste instantie hadden ze meteen heel snel de eerste 400 meter geprobeerd te bouwen. En achterin zie je een station wat nog in aanbouw is, nog niet klaar. Maar de rails hebben ze er al in en ze zijn al aan het testen gegaan om de wagon te testen. Want je moet een jaar lang, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zonsopgang tot zonsondergang, dit allemaal testen. Niet alleen de rail, maar ook de pilaren, de wagon zelf natuurlijk en het station. Alles moet getest worden om goedkeuring te krijgen. En dat hebben ze nu al voor veel verschillende modellen. Dit is, om het even duidelijk te maken, in het warme klimaat tot zeker plus 60 graden goedgekeurd. Maar in het koude klimaat is het voor min 40 tot min 60 goedgekeurd. Hoe geweldig is dat? En linksonder zie je ook dat de container ook al getest wordt. We zijn in november daar geweest en we hebben dit, wat je hier zo ziet, zelf met eigen ogen gezien. En we hebben met deze wagon mee mogen reizen. Dit staat er nu allemaal. Als je dan terugdenkt net aan het plaatje, die woestijn waar helemaal niks stond. Nu is er, zoals je linksboven ziet, een ecohuis gebouwd. In het midden zie je de binnenkant van het ecohuis. Daaronder, linksonder, zie je de buitenkant nog een keer wat dichterbij, vanaf de rondonde. Rechtsonder een aanbouw van een station. En de twee andere plaatjes zijn gebouwen die ze nodig hebben om te bouwen en om het allemaal in stand te houden, technische ruimtes. Maar hier staat al heel veel wat hier in 3 jaar gebouwd is. En je ziet ook op het bovenste plaatje links die pilaren staan die helemaal naar achter lopen. 2,5 kilometer lang, die zijn ook al gebouwd. En rechts, voor jullie misschien moeilijk te zien, zie je ook een vierkante pilaar. Dat is ook voor 2,5 kilometer waar gebouwd gaat worden. Zie je hier wat beter? Rechtsboven het plaatje, dan zie je dat helemaal dat achterin, het is 2,5 kilometer, we hebben het zelf getest toen we er waren. En dan zie je de ronde bogen en de vierkante bogen. Hier wat dichterbij, de container, staat dus nog een keer op $1 per 100 ton per kilometer, maar het is ook 1 cent per 1 ton per kilometer. Sinds 2014 ontwerpbouwt en certificeert Jyske Stringtechnologie elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. Een patent, dat is heel belangrijk om dat te weten. En onlangs hebben ze de overgang aangekondigd van de ontwerp-, test- en certificeringsfase naar serieproductie. Er wordt dus al in series geproduceerd. Hier is het testpark, waar we achter die twee mannen zie je die auto daar staan, dat is de toegangsweg. Hier zijn we ook heen gereden toen wij in de laatste dag van oktober vorig jaar hier mochten gaan kijken. En dan zie je helemaal achterin een paviljoen staan waar de wagon, de High Speed Unibus, te zien is. En daarachter in het donkere gedeelte is het ecohuis. Oh wacht, ik ga even te vlug. Want mensen zeggen wel van, ja maar Jyninski is zo oud. Hoe zit het met de opvolging als hij er daar niet meer is? Nou, links zie je hier Jyninski staan en rechts ziet u zijn zoon staan. En dit zijn certificeringen voor warm klimaat. Het is allemaal getest. En niet alleen de spoorconstructie, maar het hele elektrische vervoer. De pilaren, de anker- en tussensteunen noemen ze dat, en het reizigersstation. En ze zijn geslaagd voor deze certificering en daardoor wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En dit zal het besluitvormingsproces voor toekomstige klanten over de hele wereld vereenvoudigen. Die hoeven die testen niet meer te doen. Het is nu ook geschikt om de wereldmarkt te betreden en de klanten deze hoge kwaliteit van vervoer aan te bieden. En ze zijn niet alleen in gesprek met de autoriteiten van Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook met hun buurlanden, Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Dan gaan we naar Dubai. Want in Dubai is ook een traject waar en alles bij elk traject dat gebouwd wordt, hoort de concurrentie mee te mogen doen met de aanbesteding. En Jyninski zei erover, we doen mee met de aanbesteding van de RTA om op korte termijn sporen te bouwen voor transport in de stad. De RTA die zet dus een route uit en die zegt van nou, jullie mogen hier allemaal op inschrijven en wij gaan kijken welk bedrijf dat wij vinden dat het beste aanbieding heeft.
Eninske zei daarover, we doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt YouSky de beste oplossing voor Dubai, maar het is aan hen om te beslissen. En daar gaat het ook over. Maar naast Eninske Stringtechnologie zijn ook bedrijven uit China, de VS en Israël en Frankrijk betrokken bij deze competitie. En Sharia, die bekijkt ook nog een voorgestelde lijn om een belangrijke stad bij hun te verbinden met de oostkust van Kokkefakkan. En dat is een kustplaats voor met een haven, om het zo te zeggen. En die haven, daar heeft Eninske, hij wil niet, Eninske ook meerdere opties ingediend om de technologie bij Kokkefakkan te ontwikkelen. En het Skytrack voor vrachtvervoer hebben ze ontwikkeld naar de haven. Dat is vanuit Sharia 125 kilometer naar Kokkefakkan, waarvan de laatste 25 kilometer door bergen. Maar ze hebben ook al een stedelijk netwerk voor de stad aangeboden. Dus we zijn benieuwd wat daar uit gaat komen. Dit is ook een traject wat ze aan het bespreken zijn. Van het vliegveld bovenin naar het vliegveld onderin. En bij de vliegvelden ook weer een verbinding met de haven. En hier zie je Oleg Sharetsky. En die staat in het station. En daar wijst hij eigenlijk een nummerplaat aan van alle stations. Daar staan alle stations al die aangedaan worden om te stoppen en verder te gaan naar de volgende halte. Hoe mooi is dat dit al bekeken wordt zo. Er zijn veel voordelen met dit transport, want de logistieke problemen zullen echt opgelost zijn. Dit zal niet meer nodig zijn om mensen aan te duwen om erin mee te mogen laten reizen. En de late lostijden worden voor het containervervoer aanzienlijk verkort, maar ook in en uitstappen van mensen ook. Ze hebben daarvoor minimale grondwerving nodig. Kijk rechts maar eens op het plaatje. Dan zie je dat er tussen twee snelwegen in kan gewoon een pilaar gebouwd worden en er kan het vervoer gedaan worden. Er hoeven geen dure wegen aangelegd te worden, maar ook dure terminals zijn niet meer nodig. En de transport en infrastructuur die wordt zeker onderscheiden door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen, zoals je daar straks al hoorde. Bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En dan wat het milieu betreft, dus heel milieuvriendelijk. En deze rode route is goed voor biodiversiteit in de natuurgebieden. Het vernietigt geen vruchtbare grond. En de dieren, de trekroutes van dieren, die worden niet geblokkeerd door een weg. Als je dan kijkt, de belangrijkste kosten zijn in Europa voor een normale aanleg van een hogesnelheidsweg ongeveer 30 miljoen per kilometer. Het jaarlijks onderhoud komt er ook bij van $100.000 per kilometer. 30 miljoen per kilometer, gigantisch veel. Als je dan kijkt naar de Hyperloop, die schatten ze op 50 miljoen per kilometer. Maar deze technologie is nog in de conceptfase en we weten allemaal dat het dan veel en veel duurder gaat worden. En als je kijkt naar de metro, die kosten kunnen zelfs oplopen tot 150 miljoen. Als je dan kijkt dat hetzelfde deel van de Eninske Stringtechnologie ongeveer 10 miljoen zou kosten per kilometer, maar een kostprijs heeft tussen de 1 en 10 miljoen per kilometer en eigenlijk haast geen onderhoudskosten, dan weet je dat de Eninske Stringtechnologie de hele industrie gigantisch gaat veranderen. En wij zijn een stukje mede-eigenaar. Dan zijn er ook samenwerkingen met partners. En dan vooral voor onze Belgische buren, als daar mensen meeluisteren, die kennen het allemaal wel, het bedrijf Bekaert. Bekaert die levert daar de materialen voor de string. En dat is een heel groot, gerenommeerd wereldwijd bedrijf. Als ik aan de Belgen vertel dat Bekaert levert, dan zeggen ze allemaal, oh, maar dan is het echt, want dat is een goed bedrijf. Nou ja, wat wil je dan meer zeggen? Hier liggen de rollen, kabels in Belarus. Daar zie je hier steentjes op de grond. Ik heb straks ook nog een foto met zand op de grond, dat ze ook in de Verenigde Arabische Emiraten liggen. En u ziet het, ze worden echt geleverd door Eninske Stringtechnologie, of aan Eninske geleverd, want Bekaert links zie je bij het pijltje en rechts naar Eninske Stringtechnologie. En die staan op elke rol staat hier dat formulier.
Maar wat is er gerealiseerd? Want heel veel mensen zeggen, ja, maar het duurt al zo lang. Er gebeurt helemaal niks. Nou, Jeninski heeft door de jaren heen, als je kijkt naar 2015 wat er gebeurd is, dan hebben ze in 2015 die grond gekregen. Als je dan ziet, in 2016 is de eerste unietruck klaar en wordt die getest om stedelijke weg, op de stedelijke weg in het Eco-Technopark, die getest wordt. En inmiddels wordt die ook getest in de Verenigde Arabische Emiraten, zoals je net zag. Maar in 2017 zijn er drie modellen bijgekomen: de Unitruck, de Unibus en de Unicar. In 2018 heeft u net gezien de Arabieren die het zagen en het interessant vonden. In 2019 is daar de eerste lijn van 400 meter gebouwd, waar ze nu nog steeds aan het testen zijn. En in 2020 hebben we voor het eerst ook de High Speed Unibus gezien, die eind 2019 getoond is op de InnoTrans in Berlijn. En in 2021 hebben ze de containervervoer erbij ontwikkeld. Dus tijdens de pandemie hebben ze niet stilgezeten. Men kon op veel plaatsen niet verder bouwen. Maar men heeft als ingenieurs toch doorgewerkt. En ze hebben het vervoer voor de industrie bijgehaald. En dat is een gouden greep geweest. Want dit gaat veel, veel sneller nog als passagiersvervoer. Bedrijven hebben eigen geld. Die zeggen, wij hebben hier een heel groot complex. Van complex A naar complex B gaan over de weg. Geeft allemaal files. Als wij dat met dit vervoer kunnen doen door de lucht, hebben wij niks meer met de files te maken. Gaat ons heel veel winst opleveren. En die zijn heel erg geïnteresseerd. Maar zoals je ook ziet, de landen willen ook allemaal naar havens toe hun containervervoer uitbreiden. En dat wil nogal wat zeggen. Dit gaat gigantisch groot worden. Maar ook de media, die heeft er heel veel aandacht aan gespendeerd. Ik kan hier filmpjes afspelen, maar de man hier rechtsboven, verslaggever, die kwam dit ter oren. Die dacht, dat wil ik zelf zien. Dus die is er naartoe gegaan, die heeft gevraagd, mag ik dit zien? Mag ik ook meerijden? Is allemaal toestemming voorgegeven. Heeft meegereden, heeft er filmpjes van gemaakt, heeft hij geplaatst. En de volgende dag ontploft het internet. Want Fox News, CNN en een heleboel andere media hebben allemaal een stukje uit zijn filmpje overgenomen en hebben dat ook weer bekendgemaakt aan de wereld. Dus vanaf toen is het ook heel erg viraal gegaan naar de wereld van mensen die het nog niet kenden. Maar ook het tijdschrift Construction Week heb ik straks nog meer van, maar die hebben er ook hun aandacht aan gespendeerd. En links het eerste plaatje is de voorpagina, hebben ze het al groot opgezet, maar binnenin hebben ze een heel wat geschreven. Nou, dat is niet niks. Als je dan kijkt wat ze allemaal schrijven, geweldig dat zo'n gerenommeerd blad wereldwijd, dat die zoveel aandacht eraan gespendeerd heeft. Wij vinden dit allemaal wel heel normaal, maar het is eigenlijk helemaal niet normaal. En hier de Construction schrijft onder andere, World Construction Today moet ik zeggen, op basis van de manier waarop Jeninske stringtechnologie het passagierssegment implementeert, lijkt het erop dat de transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virgin Hyperloop. Dat zijn grote woorden. Komt straks nog meer van. Maar toen wij daar waren in de Verenigde Arabische Emiraten eind oktober, toen waren wij in het park, mochten wij meerijden met die wagon. En wat komt er op een gegeven moment? Wij zien een hele delegatie aankomen, geblindeerde auto's. Dus wij zeiden, kijk daar, stapten heel wat mensen uit. En wij moesten terug, werden teruggezet in een aparte ruimte, glas, dus we zagen alles. En die mensen mochten voor, die kwamen uit die geblindeerde auto's, bleken achteraf gepantserde auto's te zijn. En die mochten voorkruipen en die in die wagon meerijden. En daarna mochten wij pas weer. Dus wij waren eigenlijk niet zo tevreden erover. We zeiden, nou, dit is toch niet netjes. Kwam er nou, laat ze ook achteraan sluiten. Wij waren hier al langer. We waren een paar weken later thuis. En toen belt Earl mij, Nettie, heb je het nieuws al gezien? Nee, wat dan? Kijk maar eens even. En toen liet hij mij dit filmpje zien. Waarin rechts het plaatje deze mensen zaten die wij gezien hadden. Hij zegt, herken je ze? Ja, natuurlijk herkende ik ze. Hij ook. Dus wij hebben de koning en koningin van Lesotho gezien. En ook een astronaut en zaaklieden uit Zwitserland. Maar die hebben wij daar gezien toen wij daar waren. En dan denk je, oei, het is toch wel heel anders als dat wij denken. En er komen echt mensen daar kijken en die mogen alles zien en meerijden. En dan komen ze achter hoe geweldig dat het is. En dan gaan ze naar huis, vertellen het thuis.
En zoals je straks zult zien aan plaatjes, komen er weer delegaties van gemeentes en van bouwbedrijven om te kijken. En de hoogwaardigheidsbekleders willen hun medewerking eraan geven om dit te laten bouwen in een land. Hoe geweldig is dat? En Lesotho ligt in Zuid-Afrika. En wat is er dan zo belangrijk voor Lesotho? Die hebben totaal geen uitgang vanuit hun land naar een havenstad. Die zijn altijd, moeten die over buurlanden rijden. Maar het is heel groen. Dat zijn ook bergen als je dat op plaatje ziet. En het is levensgevaarlijk om door bergen heen te rijden op moeilijke passen waar het levensgevaarlijk is om te rijden. Als hier een route gemaakt kan worden door de lucht, zal dat heel veel voor hun schelen om hun middelen voor de landbouw naar de haven te brengen om dit te kunnen uitvoeren. En ze zeggen dus dat ze het heel erg zullen ondersteunen om de problemen op te lossen en de landbouwsector te ondersteunen. Ze willen daarvoor internationale investeringen aantrekken en de overheid die ondersteunt het traject, zodat het snel gebouwd kan worden en investeerders hierin mogen investeren. Maar wij zitten er al in. Zij gaan straks één traject van Lesotho naar de havenstad Buurman maken. Daar kunnen investeerders in investeren en dan krijgen ze een vergoeding over. Wat denk je als dit wat wij hebben over de hele wereld is? Dan zitten wij toch op een gouden stoel, om het zo maar te zeggen. Dit is een delegatie uit Zwitserland die is wezen kijken. Ik heb hier een delegatie uit Brazilië. En dat zijn burgemeesters en ondernemers. En wat wil dat zeggen? Burgemeesters en ondernemers die komen niet voor niks. Die komen om te kijken hoe het in elkaar zit. Hoe het gebouwd moet worden. Hoe het allemaal werkt. Want zij zullen in hun land moeten gaan bouwen. Moeten ze wel weten hoe het eruit ziet. Want ze hebben totaal geen idee. En als je daar bent zie je het best goed hoor. Maar Vladimir Maslov en František Sola zijn in Vietnam geweest. Die hebben daar eerst 4 weken in quarantaine moeten zitten, voordat ze daar met mensen mochten spreken. Maar het was heel erg nodig. Ze wilden mensen ook tijdens die pandemie, toen er iets voorbij was, of nog niet helemaal, daar was nog alles in quarantaine, wilden ze de mensen spreken voordat er echt handtekeningen gezet gingen worden om te bouwen. En dat is inmiddels vorig jaar gebeurd. En inmiddels zijn ze meerdere keren terug geweest, heb ik begrepen. En daar worden projecten gerealiseerd, maar wij kunnen nog niks naar buiten brengen. Want Chinese zegt, wij wachten tot het land het zelf naar buiten brengt. En als die het naar buiten brengen, dan gaan wij het ook naar buiten brengen. Maar zo'n land zal zeggen, wachten tot een traject klaar is en dan brengen ze het naar buiten. Dus wij weten niet hoe lang dit voor ons nog gaat duren, dat wij dit verder naar buiten kunnen brengen. Maar daarom is het wel belangrijk om te vertellen van, die mensen zijn in het park geweest, die mensen zijn in het park geweest. Want dan weet je dat er iets aan draaiende is. Hier zie je ook de ambassadeur van Rwanda. En die is ook geweest. En de rechterplaatje zie je het in het ecohuis. In het ecohuis hebben ze een opstelling gemaakt van 11 meter lang en 3 meter hoog. Dit hebben wij ook gezien. En dan zie je die rail en dan kunnen er een wagon over de bovenkant van de rail rijden. Maar er kan er ook eentje aan de onderkant rijden. Maar als je goed kijkt zie je tussen die rails een buis. En daar later meer over, maar dan onthoud ik maar even. Hier zie je de dame uit Kirzingen. En zij is beheert 2 transportbedrijven. En ze is algemene directeur van het bouwbedrijf Modern Styling in Kirzingen. En dat wil zeggen, weer een persoon, een hoogwaardigheidspersoon, die komt kijken als bouwbedrijf. Dat is niet omdat ze de eerste keer dit wil zien. Nee, dit is omdat ze willen weten hoe het gebouwd moet worden. Dat is heel belangrijk. Ook een andere man, een gerenommeerd econoom en politicoloog, heeft het park bezocht. Michael Kasgen. Hij is academicus van Internationale Academie of Management. Gepensioneerd staatsadviseur en tv- en radiopresentator. Hij is voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. Dus een heel belangrijk iemand die heel veel in de pap te brokkelen heeft. En hij doet voorspellingen over de ontwikkelingen in de wereld en de wereldeconomieën en geopolitieke ontwikkelingen. En hij wilde dit ook graag zien. En daarom heeft Anatoly Janinski hem persoonlijk een presentatie gegeven en rondgeleid op het park en in het ecohuis. En dat kleine plaatje in het midden onder zie je hem uit de wagon komen en heeft hij kunnen meemaken hoe het was om een reis met zo'n vervoermiddel te maken. Als expert in de economie beoordeelde hij op professioneel niveau de economische voordelen.
En als het meest kostefficiënte systeem, zei hij, was het in vergelijking met andere vervoerswijzen. Want een vliegtuig is 3,3 keer kostefficiënter. Of dit systeem is 3,3 keer kostefficiënter als een vliegtuig. En het is ook 2,5 tot 3,1 keer goedkoper dan een hogesnelheidstrein. En de magneettrein is 9,6 keer duurder. En de auto zal het energieverbruik ongeveer 31 keer meer kosten als met het systeem van Jyninski stringtechnologie. Vooral was hij blij met de veelzijdigheid van het transportstructuur. En hij zei: het is toepasbaar in verschillende klimatologische omstandigheden. En wat ik daarnet zei, in Rusland bij temperaturen van meer dan min 40 graden en in woestijnen van de Arabische Emiraten tot plus 60 graden. Dat is gewoon heel erg groot verschil. Een verschil van 100 graden, min of plus. Maar dit systeem kan er tegen. En daardoor kan het in veel landen gebouwd worden. En ook van koude landen reizen naar de warme landen. Het is gewoon super fijn om zoiets te hebben en om hier zelf in het begin mee te mogen maken. Voor de aanleg van zo'n snarroute hebben ze 100 vierkante meter land nodig voor bij een kilometer aanleg. Dus een klein bospadje is groot genoeg. En dit zal het natuurlijke landschap niet veranderen. De zuurstof van bossen kunnen blijven produceren. Bossen worden niet gekapt. En de meest veelbelovende gebieden zijn in het Midden-Oosten en Azië. Want daar is sprake van grote bevolkingsgroei. Als je kijkt naar India en Pakistan, je zag het net op het plaatje, mensen worden in de trein geduwd. Maar ook landen waar die bevolkingsgroei niet zo groot is, net als de Verenigde Staten en Canada, die zijn ook al geïnteresseerd. Maar dan hebben heel veel mensen de vraag aan mij van, ja, maar hoe zit het nu? Want sinds kort is het in de wereld een beetje anders door de oorlog. En dan vragen ze mij, hoe zit het dan? Nou, ze schrijven dus, de financiële gevolgen heeft voor ons geen financiële gevolgen. Wat er nu in de wereld gebeurt, want wij werken helemaal niet met banken in de geblokkeerde landen. En Skyway is een groep van bedrijven, Skyward Community moet ik zeggen, is een groep van bedrijven geregistreerd in Cyprus, Vanuatu en de Cayman-eilanden. Het is juridisch correct opgebouwd. Daarom hebben financiële en andere beperkingen op Rusland en Belarus geen invloed op het Skyward Community en de Jyninski stringtechnologie. Dat is gewoon heel fijn, want dit crowdfunding platform heeft gewoon een stabiele basis nodig. En Skyward Community diversiteert op dit moment ook al het financiële werk. En met name ons persoonlijk kantoor, ons account in feite. Er zijn verschillende betaalmogelijkheden, maar vooral het belangrijkste is de cryptocurrency, want die gaat altijd goed. En daar kun je over de hele wereld vrijelijk overal mee gaan geld overmaken. Dat is al heel belangrijk. Als je dan hier kijkt over de wereld, waar ze op verschillende plaatsen zitten, wat we net zeiden, de Cayman-eilanden, Cyprus en Vanuatu. En daar is hun geld over verdeeld over de wereld. Is voor ons een hele geruststelling. Maar ook de Nadezhda Koresa Kosareva, die heeft gezegd dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Want ze zegt, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben alle nodige materialen ingekocht. We voldoen daarmee aan alle geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar om te voltooien. En eventuele onderbrekingen in de levering zal niet gebeuren, want er zijn geen bevoorradingen in de Verenigde Arabische Emiraten en we hebben voor het komende jaar ook alles al in Belarus in voorraad liggen. Dus dat is wel heel fijn. Dan is het innovatieve en logistieke transport. De clusters, lineaire cities, die gaan ook sneller als we gedacht hadden. We dachten dat komt pas over een paar jaar. Maar toen er gesprekken werden gevoerd met František Solár, die werd ergens opgehaald van het vliegveld om in een bespreking te gaan bij een land. En die wezen toen al een heuvelgebied aan waar ze zeiden, daar gaan wij de lineaire stations bouwen. En die had zoiets van, daar hebben we nog niet veel over verteld, jullie zijn al verder. Dus landen die zijn heel erg geïnteresseerd. En vorige week is er bekendgemaakt dat delegaties uit de volgende landen in gesprek zijn met Jyninski stringtechnologie. En dat is Egypte, Saoedi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. Het is een filmpje, is heel mooi om te zien. Ik kan het hier niet afdraaien, heel jammer. Maar dat is een mooi filmpje. En misschien zetten wij het nog een keer weer in onze WhatsApp-groep. Zodat jullie dit ook nog een keer kunnen zien. Want het is heel mooi, vind ik.
Maar er zijn ook al nog meer afgevaardigden, want er zijn ook nog afgevaardigden uit Rwanda, Brazilië, het Koninkrijk Lesotho, zoals ik straks vertelde, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek en de Republiek Haiti, maar ook de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen en Groot-Brittannië en andere landen hebben al proefritten gemaakt in het elektrische voertuig. En waren allemaal zeer enthousiast. En er zijn verschillende opties voor de aanleg van de U-Skytrax. En er zijn ook samenwerkingsverbanden al besproken. En er is een pilot stadsvervoer al in gebruik. Die is volledig gecertificeerd, inclusief andere onderdelen voor het stadsvervoer. En namelijk de passagiersstation, twee tussensteunen en twee ankersteunen, gecombineerd met de twee stations. De flexibele stringspoorstructuur, het rollend materieel voor passagiers, de Unipod. Een elektrisch spoorvoertuig met stalen wielen, de Unicar. En het rollend materieel servicestation, inclusief de controlekamer, de elektrische ruimte, de serviceruimte, de werkplaats, etc. Alles is gecontroleerd en alles is volledig gecertificeerd. En dat is wat ik daarvoor ook al vertelde. Men kan nu wereldwijd gaan bouwen zonder dat elk land dit nog apart moet gaan onderzoeken. En bovenstaande landen, die hebben dit allemaal al te horen gekregen, is besproken, die kunnen heel snel verder. Er zitten landen tussen waar al de handtekeningen voor gezet zijn. Dit zijn een paar plaatjes uit de film. Zie je bovenin linksboven het station. Rechtsboven zie je de wagons die daar stoppen. En onder de onderste twee plaatjes, dan zie je rechtsonder ook nog, lijkt het, een helikopterplatform. Dus er is nog veel verder gedacht dan wij denken. Hier nog een keer het informatie over de mediabron voor de constructie, dat vakblad. En die schreven, Hininsky Stringtechnologie heeft Virgin Hyperloop verslagen. En wat schrijven ze? Het ingenieursbureau, Hininsky Stringtechnologie, gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen. Terwijl Virgin Hyperloop het idee van het passagiersvervoer verlaat. Vacuüm reizigerstreinen die versnellen boven 1000 kilometer. Virgin Hyperloop verzekerde destijds dat het deze lijn in de praktijk zou gaan brengen. Maar niet zo lang geleden maakten ze bekend dat ze het idee van personenvervoer hebben losgelaten. En de Financial Times meldde dat Virgin Hyperloop volledig was overgestapt op transport voor de industrie. Maar de auteur van Hininsky Stringtechnologie die wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden als gevolg van de pandemie Hininsky Stringtechnologie zijn plannen niet heeft opgegeven, schrijven ze. Hoe geweldig is dat? De COVID-19 is geen belemmering geworden voor Hininsky Stringtechnologie. Het blad World Construction Today schrijft dat het begrijpt dat deze pandemie ook de activiteiten van dit bedrijf ernstig moeten hebben bemoeilijkt. Maar in moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaf Hininsky Stringtechnologie zijn plannen niet op. Wat biedt Hininsky Stringtechnologie op het gebied van personenvervoer? Het bedrijf ontwikkelt, produceert en test viaducttransport en infrastructuurcomplexen. Gecontroleerd door kunstmatige intelligentie. En dit is wat ik daarnet zei toen jullie die spoorlijn goed moesten bekijken tussen die rails in. Want tussen die rails zit die ronde buis. En die ronde buis die gaat daar straks voor gebruikt worden. Want ik was eind oktober in de Verenigde Arabische Emiraten, in het testpark, in het houten huis, het ecohuis. En daar stonden wij voor en ik zag daar iets doorheen gaan door die buis. Toen vroeg ik aan iemand, wat is dat? Die wilde eerst geen informatie geven, maar daarna zei die heel snel Hyperloop en liep weg. Het was blijkbaar toch wel nog geheime informatie, maar we kregen het toen te horen en nu wordt het naar buiten gebracht. En zoals we konden zien op die foto, is het heel duidelijk dat het in feite al heel lang in ontwikkeling is. En Virgin Hyperloop konden destijds aan dat het passagierscapsules ging bouwen die in zeer lage drukbuizen konden reizen met snelheden van meer dan 1000 km per uur. Maar de media was eigenlijk wel heel enthousiast, maar ze bespraken ook het idee van de mogelijke kosten en de implementatie van wat het teweeg zou brengen. Er waren ook nog wel mensen die twijfelden aan de duurzaamheid van dit project. En de publicatie van de eerste versie van de Hyperloop leidde tot veel discussie tussen wetenschappers en ingenieurs. Hier rechts zie je zo'n plaatje. Maar Hininsky Stringtechnologie, dat ook alternatief transport ontwikkelt, heeft vorig jaar een certificaat van conformiteit met de veiligheidseisen ontvangen van de internationale organisatie TÜV SW.
En kort daarna hebben ze ook aangekondigd voor hun eigen commerciële projecten. En dat schrijft allemaal dus dat gerenommeerde blad. Hoe geweldig is dat? Om hier even een samenvatting te doen, pakken. Het is, wij ondersteunen een bedrijf wat bijna niemand kent. Het bovengrondse transport is innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. Maar als je rechts kijkt op het plaatje, dan zie je heel een beetje in het midden een rood lijntje. Heel dun. Dat is een veiligheidslijn. Die als een persoon, zoals in het rood, groot staat, een persoon binnen die veiligheidslijn loopt, dan wordt die gedetecteerd en dan stopt een wagon. Als die persoon buiten het lijntje gaat, dan rijdt de wagon weer door. Maar loopt die persoon naar de wagon toe, gaat de wagon zelfs achteruit. Als jullie aanstaande donderdag naar Den Haag kunnen komen, dan geven wij een presentatie op locatie. Dan heb ik filmpjes ervan. Dan kunnen jullie dit zien. Er zijn niet veel mensen die het hebben aangemeld. Dus bij deze ook even aanstaande donderdag is er een presentatie tegen Den Haag aan. Waar wij dan s'avonds een keer door de weekse dag kijken dat dat fijner is voor mensen als altijd op de zaterdag. Maar daar bent u welkom. In de Skype-groep staat een aanmeldlink om u aan te melden. Kunt u dat niet vinden, u mag ons ook bellen, dan sturen wij die link naar u, dan kunt u zich aanmelden. Maar dan kunnen wij ook laten zien in een filmpje dat het ook echt allemaal in het echt getest is. Dan zie je Anatoly Juninski zelf op en neer lopen. Heel leuk om te zien. Wij zitten nu in fase 15. Of 14, 15 moet nog komen, we zitten dicht tegen fase 15 aan. Fase 15 is de laatste fase van de ontwikkeling. En dan is dit deel is dan ten einde, dan zo gauw als de wagon 500 km per uur heeft gehaald, dan stopt dit gedeelte van de ondersteuning. Maar wil je meer weten? Dan zijn hier een aantal links, je kunt er een foto van maken als je wilt. En dan kun je gaan kijken naar de informatie die daar allemaal staat. Er is overal heel veel informatie voor de techneuten die meer willen weten. Maar mensen die gewoon de informatie willen lezen, foto's en plaatjes willen zien, filmpjes willen kijken. Alles is mogelijk. Dit zijn de links om daar te gaan kijken. En wilt u iets van ons weten, je kunt Earl of mij bellen. Dit zijn onze telefoonnummers. En dan gaan wij u nog van alles op de hoogte brengen wat u wilt. Maar denk eraan, wij zijn aanstaande donderdag ook in Den Haag. En wie weet, ik hoop jullie daar te ontmoeten. Dus dit was mijn presentatie voor vanavond. Ik dank jullie allemaal dat jullie op deze Pinksterdag zijn komen luisteren. Heel hartelijk dank daarvoor. En anders tot volgende week als Earl de presentatie geeft. En misschien tot aanstaande donderdag in Den Haag. Dus bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer. En nog een fijne avond.